Ongelooflijk. Zo'n groot zoogdier in de stad, in de hoofdstad. Ik vind het zo bijzonder. Want ze kunnen ook 1,5 meter groot worden. En ja, het zijn gewoon formidabele jagers ook. Dus het is heel bijzonder dat zo'n beest eigenlijk midden in de stad ook leeft. De otter is terug in Amsterdam. Dat ontdekten otterspotters Atze en Stijn samen met stadsecoloog Koen Wonders. Sinds 1963 is de otter niet meer in de stad gespot en in 1988 stierf de otter zelfs in heel Nederland uit. Hoe komt het dat hij nu weer terug is hier in Amsterdam? Nou, de otter is uiteindelijk uitgezet nadat hij was verdwenen uit Nederland. En sindsdien herstelt de otterpopulatie zich eigenlijk heel goed en verspreidt zich over Nederland. En bovendien is ook de waterkwaliteit weer sterk verbeterd. De otterspotters troffen verschillende sporen aan in de Diemer Vijfhoek. Nou, ik was eigenlijk onderzoek aan het doen hier in de buurt en we vonden toen aangevroten vis en rare pootafdrukken. En vervolgens uiteindelijk dus ook die sprains die we zijn gaan herkennen, waar dus heel veel visgraatjes en schubben in zitten. Dat is dus de uitwerpsel van een otter en dat gebruikt hij eigenlijk om te communiceren met zijn soortgenoten. Dus dan weet je van, hé, dat zou wel eens otter kunnen zijn. En het heeft ook een hele typische geur. Als ik eentje stukje te pakken krijg. Een ander stukje. Hier. Oh ja, dat ruikt wel echt als otter. Ja. En vers ook. Zoete visgeur, onmiskenbaar. Om het dier ook daadwerkelijk vast te leggen, hingen de spotters verschillende natuurcamera's op. Hier hangt er eentje. Die hebben we dus eigenlijk op plekken opgehangen waar we weten dat er otter komt. En dit is ook kakjes laat, zoals die sprains hier. We doen nu ook DNA-onderzoek naar de uitwerpselen van de otter. Dus die verzamelen, zetten we op alcohol en die versturen we dan naar Wageningen. En daar doen ze dan DNA-onderzoek. En door middel van DNA-onderzoek kun je dus zeggen van, hey, zitten er hier nou meerdere individuen of is het er één? Dus de otter er zit betekent eigenlijk dat het goed gaat met de grote vissen, kleine vissen, met de planten in het water. Eigenlijk het hele ecosysteem is in evenwicht als de otter er zit. En zijn ze gevaarlijk? Otters zijn niet gevaarlijk, nee. Ze kunnen wel bijten, maar dat doen ze niet. Dus we hoeven niet bang te zijn voor de otter. Nee, absoluut niet. Betekent dit dat we straks nog veel meer otters gaan zien? Ik hoop het wel, maar ze zijn natuurlijk heel schuw. Dus je zal ze niet te snel tegenkomen. Maar het kan maar zo, als je een keer goed oplet 's avonds, dat je er eentje hier ziet zwemmen.